Nou, ik ben Dunja en ik ga jullie vertellen over Nachtmerries van Sharon Bolton. Het is echt zo'n leuk boek. Het is zo eng dat ik gewoon niet durfde om de bladzijde om te slaan. Misschien komt dat ook omdat ik het in het donker las, dat weet ik niet helemaal. Het gaat dus over een detective en zij heeft een zaak waarbij allerlei universitaire studenten één voor één zelfmoord plegen. En daar blijkt uiteindelijk een psychopaat achter te zitten natuurlijk. Die doen dat niet zomaar. En zij gaat hem dus zoeken en zijn beweegredenen. En het is een super meeslepend boek. Het is trouwens een serie. Maar ik vond Nachtmerries van de 5 delen die er zijn volgens mij. Over haar vond ik Nachtmerries toch wel echt het leukst. Dus ik zou die zeker aanraden. Ga hem lezen. Super vet. En dat was het.